Een lekkere soep smaakt altijd. Ik maak er vandaag eentje met kersttomaatjes uit de oven en krokante mozzarella balletjes. Ik begin met de kersttomaatjes, ui en look samen in een ovenschaal te doen. Dan voeg ik nog balsamico, olijfolie en Italiaanse kruiden toe. Ik rooster alles 30 minuten in de oven op 200 graden. Ondertussen maak ik de garnituur. Hiervoor neem ik mini mozzarella balletjes en die haal ik door de bloem, losgeklopt ei en paneermeel. Daarna bak ik ze krokant in een scheutje olie. Ik haal de geroosterde groenten uit de oven en doe ze in de blender. Ik voeg er nog tomatenpuree, groentebouillon, peper en zout aan toe en mix alles tot een gladde soep. De soep verdeel ik over kommetjes en serveer ik met de mozzarella balletjes en een blaadje basilicum. Smakelijk!